Dus ook de Marnieskes en de Savaneta. Traditie getrouw organiseren onze open dag 1 mei. Vorig jaar hadden we 19.000 bezoekers. Dat aantal hopen we dit jaar te overtreffen. Waarom organiseren we de open dag? Allereerst om de bevolking van Aruba te laten zien wat wij hier allemaal doen. De demonstratie van de kustwacht, van de Arubaanse politie en van de Marinierscompagnie hier aanwezig. En het tweede doel is het goed doen. Dat is dit jaar is dat Fundación Panos Comunidad. Dus inzet voor mensen die het wat minder hebben in deze samenleving. Ik vond voor het eerst zo'n groot geweer te schieten. Top, geweldig, gezellig.